Het nieuws in 1 minuut. De rechtbank in Almelo heeft een man uit Enschede veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, voor zijn aandeel in de brandstichtingen in de Enschedese wijk Velverlindehof. Tegen de man was 3 jaar cel geëist, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. In het stationsgebouw in Hardenberg is gisteravond brand geweest. De brand ontstond in de wachtruimte. De brandweer had het vuur snel geblust. Het station van Hardenberg wordt ook bewoond, maar de bewoner had niets gemerkt van de brand. Hij moest door de hulpdiensten wakker worden gemaakt. De explosie in Zwolle een week geleden is veroorzaakt door een gaslek. Bij het inschakelen van de verlichting in de kelder van het pand aan de Melkmarkt ontstond de explosie. Het zou blijken uit forensisch onderzoek en de verklaring van het slachtoffer. Hardenberg is 2 helden rijker. Het zijn 2 jongens van 15. De jongens hielpen een klasgenoot die doordat hij zijn hoofd stoot een hersenschudding opliep en een tijdje op de bodem van het zwembad lag.